Attentie, Pep Studio, alsjeblieft. Attentie, Pep Studio. Het zijn de gangmakers van vandaag. Ik vind ze nu al leuk eigenlijk. Stel jezelf even voor, zeg wie je bent, hoe oud je bent. Ik ben de beide handste, dus ik mag het eerst. Oké. Ik ben Ella, Wonder, de zangeres van Pep. Ik ben Klaartje, de drumster van Wacht eens even wat er... Merlin, ik speel basgitaar. Merlin, op de bas. En Maarten nog, Merlin? Ik ben nog Maag. Oké. En hebben we de vierde? Ik ben Teertse en ik doe de gitaar. Het is een zomernacht en hoe gaat het ermee, hè? Come on! Sorry dames, dat ik jullie even... een applausje voor mijn kus? Ja! Oké. Woehoe! De telefoon staat uit, maar je belt me nu op. Jij bent de kut, maar ik vlieg naar de top. Ik laat het varen, maar je zit op de boot. Ik ben eruit, jij ligt in de goot. Ik kijk vooruit, mijn honger gestild. Ik ben eruit, mijn hart stond op tilt. Dat is eventjes een oppeppertje. Ik vond het heel leuk, maar ik check het graag bij de vrienden van de chat. Heb je Mario, die doet dan toch nog een 6 voor de moeite. En een 10 voor de lef. Dat is van Babs. Santa Cruz die geeft een 6. Rayfox geeft een 8. Island Boy geeft een 7. En Ronnie die geeft dan een 10. Peter geeft ook een 10, maar met name voor die chick met zwarte haar. Ik heb speciaal voor jou, Ella. Ik dacht, ik moet je toch een beetje lanceren, vind ik. Dus ik heb wat tunetjes. Nou ja, jij bent toch de frontvrouw? Ja, oké. Kom maar met je informatie. Nou, ik heb gewoon wat tunes voor je. Oké. Ja. Ella. Nou, dat is toch mooi. Oh zo. Nou, heel erg bedankt. Ja, echt super. Graag gedaan. Want ik zat laatst hier in in de studio. Giel komt naar me toe met een zak vol zaad. Ja. Zegt die schatje, ken ik jou niet echt? Zeg ik, nee gast, ik ken je nog maar net. Hey, ik ken je nog maar net. Ah, ik ken je nog maar net. Ah, ik ken je nog maar net. Ah, ik ken je nog maar net. Ik zeg ah. Niet zo bij de hand, Giel, zo in je mic, weet je wel. Weet je niet? Dat is leuk. Wat zie je, hè? Ja, dat vond ik leuk. Speciaal op maat gemaakt. Ook dit is Pep. En spelen, hè, dames? Ik had je altijd voor maar even, want ik wilde je met haar. Ik maakte jou vast aan mijn leven, maar was jij wel echt waar? Ik was jong en naïef, en daarom vond ik je lief. Nu ben ik van je af,
CPAP Studio. 1, 2, 3, 4. Mogen we binnenkort even met onze cd langswippen? Nou ja, binnenkort naar de zomer. Is dat een goed idee? Well, ja, precies. Kijk even in je agenda of dat kan. Even kijken. Kijk, die is meteen actie-reactie, hè? Ik bedoel... Na de zomer, zeg je. Ja. Nee. Heeft hij een crematie? Precies. Ah, weet je, ik weet de code van de deur, dus we komen wel gewoon even langs, ja? Ja. Oké, nou. Dag, dag. En de rest.